Hoi, ik ben Tom Lassing, Beursbox.nl. Vandaag wil ik het hebben over de grote vier techbedrijven in Amerika die gisteren hun cijfers bekendgemaakt hebben. Facebook, Amazon, Google, Alphabet is dat, en Apple, die hebben hun cijfers bekendgemaakt en die waren beter dan verwacht. Alphabet had weliswaar minder winst, maar viel mee, en de anderen hebben gewoon recordomzetten gedraaid. Dus dat... Ondanks alle problemen die er waren, fantastisch gedraaid. Dat betekent nu wel dat de waardering hoog wordt. Een Amazon heeft een waardering, een koers van 143. Dat, dat is hype territorium. Dat is 1999. Dat moet een keer ingehaald worden. De waardering is veel te ver vooruitgelopen op wat er nu gaande is. Dit is het beste moment voor Amazon ooit. En dan hebben ze deze waardering. Daar zit geen groei meer in. Dat, moet, dat kan straks best wel zijn dat die koers tien jaar lang stilstaat op een gegeven moment. Om het weer in te moeten halen. Want er moet ooit een normale waardering uitkomen. Deze fantastische markt blijft niet zo voor Amazon. Uh, dus er komt een keer een omslagmoment. Ik weet ook niet wanneer. Maar meestal is het zo als de hele beurs naar beneden gaat. Dan gaat ook dit soort aandelen naar beneden. En dan extra hard. Dan gaat zo'n aandeel 80% naar beneden. En dan duurt het heel lang voordat het goed komt. Nou, de Apple, Facebook en uh, we hebben er meer, de Alphabet, sorry. Die hebben een koerswinstverhouding van rond de 30. Dat is hoog. Niet extreem, maar het is wel hoog. Dus het is wel zo dat de, de beurskoersen lopen redelijk vooruit lopen um, op het goede, goede nieuws. We verwachten wel dat vandaag, dan, als Amerika opgaat, dat de koersen weer omhoog zullen gaan. He, beleggers die geloven er nog steeds in. Maar we moeten er wel rekening mee houden dat uh, deze vier die hebben alles meegehaald de laatste maanden. En iedereen heeft over internethandel moeten berichten. Iedereen zat thuis. Heeft uh, heel veel op internet gedaan. Zo mooi blijft het niet voor die vier techreuzen. Uh, maar ja, goed, ze hebben vol geprofiteerd. De rest van de economie. Die ligt op papagapen. Als we kijken naar het toerisme, naar de restaurants, de horeca, eh, dat soort zaken, eh, vervoer, dat ligt behoorlijk slecht. Sommige eh, sectoren, vakantiesectoren, ja, ondanks dat we toch wel iets op vakantie gaan, het, het is dramatisch zoals het in die sectoren gaat. Dus het wordt niet breed gedragen. Deze vier hebben alles mee en eh, de rest van de economie is maar de vraag. In Amerika is het onroerend goed, de uh, sector ligt nog steeds ligt goed bij, stijgt ook nog steeds. Dus het is niet allemaal helemaal slecht, maar het, het wordt wel smal wat de economie moet dragen. En we zagen in Amerika jaar op jaar dat er uh, 32,9% daling van de economie, dat is gigantisch. Dat gaan ze wel weer bijtrekken de komende maanden, maar we zijn er voorlopig nog niet terug op het oude niveau. Um, ja, voor, de, voor mij de waarschuwing die ik beleggers wil geven van kijk uit, we zitten in hype territorium. Dit is een hype periode en uh, er komt een klap omlaag en ik weet echt niet wanneer. Uh, ik heb ooit eens Rob Prechter, die heeft uh, ooit in zijn 97 gezegd, ja dit is te duur. En het duurde tot begin 2000 voordat hij gelijk kreeg. Dus ik ga nu niet zeggen dat het vanaf morgen slecht gaat, maar er komt een keer een enorme klap. En dan moet je niet in die beurs zitten. Dus ik kan alleen maar waarschuwen. Maar op dit moment het is het nog steeds fantastisch. Dus maak er uh, gebruik van. Maar zet er wel een stop los achter. Succes zover. Tot de volgende keer.